Zo, hier is het droog ijs weer. De laatste diepvriesmaaltijd van Max. Super koele. Vaste korte koelkoede voor ongeveer min 80, min 90 graden Celsius. Ik ga het eens in een zak doen. En eens kijken, een beetje water erbij. Kijken of er gas ontstaat en de zak knalt. Is het droog ijs? Gooi maar eens wat water erbij. Zo. Dat is genoeg? Maak hem maar dicht, Malini. Klein maken, hè. Oké, ga eens kijken of die dadelijk dikker wordt. Wow. Zullen we gewoon doorgaan tot die kapot knalt? Oh, wat een zorgwekkend, want er zit water in. Nee! Ach, dat is maar min 80 graden Celsius. Papa! Dan is ook dat die knalt. Dus we hebben nou de faseovergang vervluchtigen, oftewel sublimeren, vast, wordt in één keer een gas. Lieve goede. Oh, die knal is niet kapot, hè? Hou hem goed dicht dat er geen gas ontsnapt. Wow. Even een beetje gas eruit. Nog een keer. Even ontluchten. Koud? Nee. Dit zijn de stukken. Het is koud, maar het is min 80 graden. Mij is dikker. Dit is droog ijs. Ja, dit zijn alle hele kleine stukjes bij elkaar wit geworden. Vaste kleine, maar ik vind die handen vast. Vaste koolstofdioxide van ongeveer min 80 graden Celsius. Van maxvlees. En het gaat niet smelten. Het wordt in één keer een gas. Oh. En het knettert. Straks is die, leg maar neer. Straks is die vervluchtig, dus het is een gas. Hoor je dat? Wat gebeurt er dan nu? De vast is wordt een gas en het gas wil dan snappen en dat maakt een geluid als het eruit komt. Dit was de video. Tot de volgende keer.